Groningen is een fantastische stad. Groningen is mijn stad. Onze stad. Dat ik in de politiek zit, is niet vanzelfsprekend. Mijn vader was een gastarbeider, mijn moeder hoofd van een groot gezin en daarnaast analfabeet. Ik weet als geen ander hoe het is om je weg te moeten vinden. Ik werd jongmoeder en heb hard gevochten om mijn doelen te bereiken. Dat vechten doe ik nog steeds. Maar nu voor anderen, voor eerlijke kansen. Op dit moment groeit 1 op de 6 kinderen op in armoede. Voor hun is elke dag warm eten, een fiets om mee naar school te gaan of sporten, niet vanzelfsprekend. En meer dan 16.000 Groningers kunnen niet lezen of schrijven. Net als mijn moeder. Daarom ben ik lijsttrekker voor GroenLinks. Ik wil dat alle kinderen mee kunnen doen en opgroeien in een groene, gezonde omgeving. Ik wil vechten voor eerlijke kansen, voor gelijkheid voor vrouwen, voor toegankelijke zorg. Ik ben Glimina Shakur, moeder, maatschappelijk werker en lijsttrekker van GroenLinks in Groningen. Ik vind het belangrijk dat iedereen mee kan doen, dat we in vrijheid kunnen leven en ons leven zelf mogen inkleuren. Hier staan we als stad onbekend en dat moeten we blijven doen. Stem voor een Groningen waarin we eerlijk delen, met toegankelijke zorg en een groene toekomst. Stem op 21 november GroenLinks.